Gebruik maken van de interface. Als je op interface testen klikt, kan je zien welke ingangen, welk type en uitgangen die je kan gebruiken. Je hebt 8 digitale ingangen, I1 tot en met 8, die allen, als ze een signaal kunnen krijgen, aangevinkt worden of een 1 of een 0 krijgen. Je kan daarbij ook nog kiezen tussen een sporensensor, schakelaar, infraroodkleurensensor, analoge voor de temperatuur te meten of een afstandsmeting ultrasoon. Je kan ook motoren inlezen en aansturen. Je kan deze rechts laten draaien, links laten draaien, stoppen. Je kan ook de snelheid regelen door aan het pijltje te verschuiven. Wens je lampen of motoren slechts in één richting te laten draaien, kan je op O3 plus O4 of O1 en O2 als uitgang gebruiken en kan je dit gebruiken om één lamp of één zoomer te laten werken.